allemaal, welkom bij een nieuwe Music and Me. En dit keer, nou ja, wil ik het hebben over een band uit mijn verleden. En uiteindelijk wil ik ook nog maar losse albums gaan doen, maar ik heb nu zoveel bands waar ik eigenlijk in één keer doorheen wil werken, omdat die gewoon zulke goede muziek hebben, dat ik dat ook gewoon ga doen. Ja, en dit is dus een van de bands die op bijvoorbeeld, wat ik bij mijn Toto video al noemde, op het bandje stond waar ik veel aan heb gehad. Wat een beetje mijn introductie in de wereld van rock was. En dat was de band Whitesnake. En de eerste albums komen uit deze boxset, A Little Box of Snakes. En dit is gewoon eigenlijk de klassieke tijd na Deep Purple. Want David Coverdale is een tijdje de zanger van Deep Purple geweest, samen met Glenn Hughes, die zang en bas deed. En ja, Whitesnake was eigenlijk zijn solo project. En dat begon eigenlijk met Snakebite, de EP, waar een nummer op staat wat nog steeds heel erg bekend is, Ain't No Love in the Heart of the City. Dat wordt nog wel eens gespeeld. Hier staat zelfs een nummer op, dat heet Whitesnake. Echt leuk om terug te horen. Dit is echt begin jaren, of nou, halverwege jaren 70, eind jaren 70, net rond de tijd dat ik geboren ben. Gek idee. Maar hier komen een heleboel bekende mensen in terug, die later ook alweer zijn terug te horen in de Whitesnake. Maar ook in dingen zoals Black Sabbath, noem maar Deep Purple, dat soort dingen. En noem bijvoorbeeld Mick Moody, Bernie Marsden, Neil Murray. Dat zijn allemaal bekende muzikanten. En met deze EP begon het eigenlijk, Snakebite. David Coverdale's Whitesnake. Nou ja, dat werd later gewoon Whitesnake met hun eerste album Trouble. En dat zal ook weer Moody en Coverdale, Marsden. Daar zat John Lord bij van Deep Purple. Ja, dat was dus ook de eerste artiest van Purple die erbij kwam. En John Lord is nog een tijd wel lid geweest van deze band. Deze band is echt een soort bluesrock versie van Deep Purple. Het heeft echt lekkere rockmuziek. Het knalt eruit, het veel gitaren en solo's en de zang van Coverdale natuurlijk. De stem die Whitesnake maakte, of maakt nog steeds, want officieel zijn ze nog niet uit elkaar. Dus hij is nog steeds de stem die Whitesnake maakt. Live at Hammersmith, eigenlijk een van de concerten waar dus ook nummers op staan van Snakebite, maar ook van Trouble. En er staat ook een Purple cover op van Mistreated. Dit is gewoon een leuk live album om terug te horen. Daarna kwam Love Hunter en dat zette eigenlijk dezelfde drift voor als het voorgaande album. Dat was een goed album, ook weer met de bekende mensen die eigenlijk in de eerste versie zaten. En ja, dit is een periode van de band waarin blues en rock gewoon waar ze een solide geluid hadden. Toen kwam Ready and Willing, ook weer een geweldig album. En ja, dit is Whitesnake voor mij op een van hun beste. Live in the Heart of the City, wat officieel hun eerste live album was. Waar een geweldige live versie op staat van Take Me With You. Wat ik een geweldig Whitesnake nummer vind, want dat heeft zoveel energie. Heel veel van deze klassiekers, sommige zijn uiteindelijk nog weer teruggekomen pre-jaren 80. Eind jaren 80 en begin jaren 90. Maar sommige zijn echt gewoon nummers die eigenlijk nog steeds heel, heel af en toe live gespeeld worden. En dan heb je Come and Get It. En het leukste van deze Whitesnake is dat er
Dit is trouwens waar Ian Paice ook erbij kwam. Dus dan werd het eigenlijk al meer John Lord en Ian Paice van Deep Purple. Want ondertussen was Deep Purple ook al uit elkaar natuurlijk. En had je Rainbow en had je Ian Gillan. En nou, dan zaten dus bij Whitesnake. Met David Glenn Hughes had zijn eigen solo carrière en verleden en noem maar op. Ja, Come and Get It is ook weer heerlijk. Eigenlijk liggen al deze albums die nu in deze box zaten een beetje in dezelfde lijn. En dan heb je hier Saints and Sinners. En daar staan ook nummers zoals Crying in the Rain op. Here I Go Again, nummers die we later nog een keer terug zullen horen. Maar dit zijn gewoon veelal in Engeland. Engelse albums zijn vooral in Engeland ook veel uitgebracht. Maar hebben het wel ver geslagen. Zijn nog steeds gewoon echt de Whitesnake klassiekers in mijn optie. Een van deze laatste Whitesnake klassiekers in deze soortachtige bezetting. Want ondertussen was er wel een nieuwe gitarist. Maar verder was het gewoon nog steeds Whitesnake. Maar dan met Slide It In. Ook weer zo'n lekkere tongue-in-cheek-achtige titel. Je kan er van alles bij bedenken. Lekker dubbelzinnig. Daar hou ik wel van. En ook het laatste album met John Lord. En het laatste album wat eigenlijk puur Engels of Engeland gericht was. Het had wel een Amerikaanse mix. Dit is ook een album waar gewoon twee mixen van zijn. Je hebt de US mix en de UK mix. Dat is toch wel bizar. Weet je, dat heb je uit je bij oude Rolling Stones albums ook. Dat je dat vroeger had. Het zijn leuke albums. En het is een leuk hoofdstuk van Whitesnake. Dit is alweer 35 jaar. Al langer ondertussen, maar vorig 2019 was dit 35 jaar dat dit album oud was. Lang. Moet je voorstellen dat ik al lang de 35 gepasseerd ben. uiteindelijk, en dit is het album waar het voor mij allemaal mee begon en waar het voor Whitesnake ook internationaal mee doorbrak, 1984 of 87, sorry. 84 was van Van Halen. Dit is 1987 en dit is de geremasterde versie uit 2017. Waar nummers zoals Crying in the Rain, Here I Go Again ook weer terugkomen. Looking for Love volgens mij is ook zo'n nummer. Maar waar gewoon klassiekers van Whitesnake ook weer in een modern jasje, wat meer sterk gitaristen. In terugkomen, eigenlijk een hele andere bezetting. Maar vooral omdat je merkt dat dit David Coverdale's baby is. En eigenlijk de oude leden van Whitesnake zijn, sommigen die hadden een andere carrière. Moody en Marson hebben op een gegeven moment zelf een aantal albums opgenomen. Ik weet dat ik nog wel eens naar een Whitesnake concert ben geweest in die eind jaren 90. Dat ik dacht dat ik naar Whitesnake ging, maar toen ging ik eigenlijk naar de Snakes van Moody en Marston. Waar ik wel heel veel klassieke Whitesnake nummers hoorde, maar waar ik toch een beetje genaaid voelde, want ik wilde eigenlijk Whitesnake zien, die eigenlijk op dat moment al even uit elkaar was. Maar ik had de hoop, als puber die ik toen was, dat ze toch nog bij elkaar waren gekomen, speciaal voor dit. Weet je wel? Maar nee, uiteindelijk niet. Dus 1987 was de internationale doorbraak voor Whitesnake. En dat werd opgevolgd met dit album. Dat was Slip of the Tongue, waarop Steve Vai meespeelt. En Steve Vai neemt eigenlijk de plek in van Adrian Vandenberg, die eigenlijk in de 87-tour de gitaar deed. En op een gegeven moment hadden ze alle nummers voor dit album geschreven en kreeg Adrian last van zijn hand en moest geopereerd worden en live moest het allemaal verder gaan.
Dus heeft Steve Vai met opnames verder gedaan en live ook meegespeeld. En dat live concert dat uitte zich in Live at Donington. Juist. Wat ook een geweldig concert is trouwens. Dit is eigenlijk een soort geremasterd concert. Van eigenlijk het beeldmateriaal wat er nog was. En dat is flink opgepoetst. En dat is wel leuk, want nu zie je bij deze Adrian van den Berg en Steve Vai in één pakket. Dus dat is wel leuk. Dus eigenlijk een soort slip of the tongue tour. Ja. Toen was het even stil rondom de band. En Adrian kon eigenlijk weer schitteren. En David Coverdale wilde eigenlijk een solo-album maken. En ja, dat was eigenlijk deze. Restless Heart, David Coverdale en Whitesnake. En werd uiteindelijk ook in Amerika met deze hoes uitgebracht. En dit is wel een geweldig, beetje bluesy album weer. Het is een wat ander album dan de voorgaande twee. Het heeft wel een heerlijk rocknummer in A Woman Troubled Blues. Verder ook nog wel wat lekkere rocknummers trouwens hoor. En de geweldige ballad Too Many Tears, die later ook nog op David Coverdale's andere soloalbum kwam. Maar dit is, ja, was eigenlijk voordat de band wilde gaan stoppen. Want uiteindelijk waren ze even een tijdje zat. Is Whitesnake op een gegeven moment, is dit Restless Heart, is eigenlijk, ja, einde van een hoofdstuk. Het hoofdstuk Adrian van den Berg, want het is helemaal door Adrian opgenomen. Of met Adrian opgenomen. En ja, het was een mooi album. En het was ook een van de eerste albums die ik zelf kocht als, ja, Whitesnake album. Niet in deze versie, want deze heb ik later gekocht. Dit is de geremasterde versie, de Anniversary Edition. Toen het album 25 jaar bestond. En dit is nog niet zo lang geleden. Dit was 2022. Dus ja. Maar uiteindelijk kwam de band terug. Eerst met een concert en een verzamelalbum. Ja, verzamelalbums heb ik niks zo mee. Ik schat dat verzamelalbums doen net zoveel als shampoo voor een kale man. Je hebt er niks aan. Maar dat was Good to Be Bad. En dit is de speciale editie. Still Good to Be Bad. Maar dit waren eigenlijk de nieuwe nummers opgenomen. Helemaal nieuwe nummers opgenomen door een hele nieuwe bezetting van Whitesnake. En laten er eigenlijk op horen dat ze nog steeds relevant zijn en nog steeds kunnen rocken. Hoe oud de band al is, maar ondanks dat kunnen ze nog steeds goede nieuwe muziek maken. In een tijd dat heel veel bands dat eigenlijk niet meer doen, omdat ze bang zijn dat ze geen LP's meer kunnen. Sorry, dat het gedownload wordt of gestreamd. Want ja, de muziekindustrie verandert natuurlijk. Maar ja, er is een tijd geweest dat er heel veel gedownload werd. En nu wordt er gewoon heel veel gestreamd. Wat het downloaden natuurlijk tegengaat. Dat het eerlijk gaat qua verdeling, qua geld. Daar valt over te twisten natuurlijk. Ik bedoel, ik heb daar geen verstand van. Ga ik niet doen alsof ik daar verstand van heb. Dus daar mag waarschijnlijk nog wat een en ander aan veranderen. Maar dat heeft wel een heleboel bands ervoor gezorgd dat ze geen nieuw materiaal meer maken. En dat vind ik wel jammer. Want ja, ik vind toch, als je naar een band gaat en er is geen nieuw materiaal, dan heb je een beetje het idee dat je naar een soort jukebox zit te kijken. Kijk, er komt waarschijnlijk ook een tijd dat ik bijvoorbeeld Toto, als daar, dat daar, ja, dat ik op een gegeven moment alle nummers al eens een keer live heb gehoord, en dat ze zoveel deep cuts laten liggen, dat je iedere keer weer dezelfde nummers hoort. Maar ik weet het niet. We zullen het zien in de toekomst. Foreigner had ik dan bijvoorbeeld wel mee, maar dat heb ik volgens mij in mijn Foreigner video ook al genoemd. Dat ook nu meer zo'n jukebox band, zeker coverband, is geworden, omdat eigenlijk zelfs het originele lid, Mick Jones, er al bijna niet meer echt
heel actief meer meedoet. Dus, maar ja, die doen ook een farewell tour. En dan is het hopelijk klaar. Maar we zijn bij Whitesnake en we blijven nog even bij Whitesnake. Ja, daar kwam nog een tweede album van deze bezetting uit, Forevermore. En eigenlijk net als met Still Good To Be Bad, laat ze gewoon zien dat dit gewoon een geweldige live band, of een geweldige band is. Die gewoon weet hoe het is om te rocken. En ja, ik alleen maar petje af aan deze artiesten die gewoon nog steeds creatieve pump hebben om albums te maken en die muziek ook te delen met hun fans. Ja, en niet de... We hebben nog wat oude demo's liggen, laten we daar wat mee doen, zoals bijvoorbeeld Van Halen's laatste album. Ja, weet je, het is leuk natuurlijk om oude demo's een nieuw jasje in te steken, maar noem het dan geen studioalbum, noem het dan gewoon een compilatiealbum. Ja. Zoals bijvoorbeeld Toto deed met 20 en met All Is New. Weet je, dat zijn oudere nummers die in een nieuw jasje zijn gestoken of opnieuw opgenomen zijn of aangevuld zijn. Weet je, dat is ook goed. Want ja, als je demo's erop zet, je hoort tegenwoordig bij sommige bands ook de oude demo's en dan denk je, cringe. Wel leuk om te horen waar het vandaan komt, maar het is niet echt een album... Heel albumwaardig. Dus ja. Nou ja, er is natuurlijk een live album. Made in Japan. Klinkt heel erg Deep Purple-esque. Maar dit is dus eigenlijk de band waarop veel gespeeld wordt. Zoals nummers van Forevermore, Good To Be Bad. En een heleboel klassiekers natuurlijk. Dit is de DVD en CD. Versie, zijn 3-disc versie. Nou, daar kwam dus ook een Britse variant van Made in Britain. Of ja, Made in Britain. En dat met Disc 2 World Record. Waar ook allemaal verschillende liedjes op stonden van live versies. Sorry. Van Whitesnake tijdens een tour van 2011. Net als de Made in Japan tour. Dus dat is wel gaaf om te horen hoe ze live nog steeds heel sterk zijn. En Coverdale ook nog steeds heel sterk is. Er kwam nog een live album uit, Live in 84. En dat was eigenlijk voor de Slide It In Tour. En er staat ook het laatste optreden met John Lord op. John Lord is natuurlijk overleden. En ja, dat is best wel jammer. Maar natuurlijk. Want het was gewoon een geweldige muzikant en waarschijnlijk ook gewoon een geweldig persoon. Ik ken hem als persoon natuurlijk niet. Ik heb hem wel live gezien met Deep Purple in de jaren 90. Ja, dit is gewoon een mooi document van hoe Whitesnake in die tijd was. En ja, over Purple gesproken. David Coverdale's tijd begon bij Deep Purple natuurlijk. En... Ja, op een gegeven moment was het tijd om daar wat mee te doen. Toen kwamen ze met de Purple Album, een soort coveralbum, CQ Eerbetoon, CQ Revisiting van ja, die Purple nummers. Gespeeld door de bezetting van Whitesnake op dat moment en allemaal gezongen door Coverdale natuurlijk. En... Ja, dit album dat raast er doorheen. Het is geweldig. Ik vind dit een heel mooi eerbetoon aan een hele klassieke goede band. En daar hoorde ook een tour bij. En deze tour heb ik ook zelf live gezien. Ik was net vader. Dus dat is heel mooi. En dat is ook de eerste keer dat Adrian Vandenberg zat in het Napel. Of Vivaldi, die zat bij de laatste paar nummers speelde die mee. In Utrecht. En dat was de Purple Tour. En dat is niet dat ze het hele Purple album van A tot Z spelen. Want er zitten ook een aantal gewoon Purple hits of Whitesnake hits doorheen. Maar dit is gewoon een lekker sterk album van die tour. Met die toenmalige bezetting. In de tussentijd kwam ook Unzipped uit. En Unzipped is eigenlijk een beetje een soort akoestisch album. Maar ook een wat... rustiger album, staan wat meer ballads op.
Ook op een aantal ballads die nog niet uitgebracht zijn of op andere albums zijn uitgebracht. Dus Love is Blind, die van een soloalbum van Coverdale afkwam. All the Time in the World heeft ooit eens op de website gestaan. Net als nog een aantal nummers, maar van alle albums, eigenlijk een beetje een soort balladalbum is het, Unzipped. Maar er staat dus ook, het tweede cd is Starkers van Tokyo. 1997, yes. Ik moet even denken. Maar dat is dus het album wat hij samen met Adrian Vandenberg live heeft gespeeld met een aantal, met een klein publiek, akoestisch, gewoon gitaar en zang. En in 2008 heeft hij dat nog een keer overgedaan, Starkers in New York. En dat zit er wat meer nieuwere nummers tussen. En dat is eigenlijk dit, een soort unplugged-achtige balladalbum. En tot nu toe het laatste wapenfeit is het studioalbum Flesh and Blood, ook van Whitesnake. En dit is ook weer een geweldig album. En dit is gewoon het tweede hoofdstuk. Kijk, met deze drie zijn eigenlijk het nieuwste hoofdstuk van Whitesnake. Waarin Whitesnake laat zien dat ze er nog steeds toe doen. Whitesnake neemt op dit moment volgens mij zijn wel een afscheidstournee aan het plannen. Maar David Coverdale moet eerst weer bij stem zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat lopen. Wat vind jij van Whitesnake? Laat het weten hieronder. Wat zijn jouw herinneringen? Wat heeft de band jou ooit geraakt? Laat het weten hieronder in de comments. Like deze video. En abonneren mag natuurlijk altijd. En dan rest mij nog te zeggen dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.